maandag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is echt nog heel erg vroeg voor mij doen. Ik denk dat ik de afgelopen weken niet zo vroeg heb opgestaan. Het is nu 7:30 en ik ben al helemaal klaar. Ik moet alleen nog even mijn tanden poetsen. Maar ik ga zo meteen eindelijk mijn nagels laten doen. Ik ga haar niet filmen of zo. Dat is de eerste keer dat ik daarheen ga. Ik ken haar wel, maar een beetje gek om dan al te filmen. Maar ik ga eindelijk mijn nagels laten doen. En ze mogen dus niet te lang voor school. Want ze mogen dus niet boven mijn vingers uitsteken. Maar gewoon dat ze weer eventjes mooi zijn en zo. Want ze zijn helemaal dun geworden doordat ik die gel dat ik er steeds heb afgetrokken en zo. Dus ja, daar gaan we weer wat aan doen vandaag. Daarna ga ik... Ik heb daar om 9:00 een afspraak. En het is echt 5 minuten hier vandaan. En daarna ga ik even naar de stad om 12:00. Om wat dingetjes terug te brengen. En om een jurk te halen bij de H&M. Want ik had een hele mooie jurk gezien bij de H&M. Maar online was het mijn maat uitverkocht. En in de stad hebben ze hem nog wel. Dus die ga ik kopen. Maar eerst naar de nagels. Terug van de stad, maar voordat ik jullie de items ga laten zien die ik in de stad gekocht heb en mijn nieuwe schoenen, want ja, er zijn net nieuwe schoenen binnengekomen, ga ik jullie eerst eventjes wat anders laten zien. Daar ga ik jullie eventjes voor neerzetten. Ik mocht namelijk in samenwerking met United Wardrobe mocht ik wat dingetjes daar op United Wardrobe kopen en daar zei ik natuurlijk geen nee tegen. Ik hou echt van United Wardrobe. Ik koop er soms zelf wel eens dingetjes op van bijvoorbeeld merken zoals Alex de Label en zo. Vind ik het wel eens leuk om daar een beetje op te zoeken. Of bijvoorbeeld Zara items die altijd uitverkocht zijn. En die sommige mensen dan wel hebben of zo, weet je. Dat vind ik best wel leuk om daarop te zoeken. En zelf verkoop ik er ook heel veel dingen op. Dat zullen jullie ongetwijfeld wel weten. Sorry trouwens voor mijn glimhoofd, maar ik heb het een beetje warm. Maar zelf verkoop ik er ook heel erg vaak dingen op. En ik vind het gewoon heel erg makkelijk. Het is gewoon heel erg goed en makkelijk aangegeven. Ik heb namelijk ook een keertje op United Wardrobe gehad dat ik van een meisje een trui heb gekocht. Dat ze zei dat ze hem verstuurd had. Achteraf bleek ze die trui helemaal niet te hebben en het helemaal niet verstuurd te hebben. En omdat United Wardrobe zeg maar ook mee kan kijken met die pakketjes en zo, kunnen zij ook gewoon heel erg goed in systemen kijken of meiden of jongens te vertrouwen zijn en zo. Toen heb ik hun dus een mailtje gestuurd, United Wardrobe, van ja, volgens mij klopt het niet helemaal. Toen hebben zij het voor mij uitgezocht en heb ik gewoon mijn geld teruggekregen. Dus dat is heel erg fijn. Dus de service vind ik ook heel erg chill. En ik heb dus wat dingetjes op United Wardrobe gekocht. En ik ga beginnen met iets waar ik echt intens blij mee ben. Voor de mensen die mij wat langer volgen, die weten dat ik hier nu ondertussen al 2 tassen van heb. Maar ik had dus op United Wardrobe een hele mooie tas gevonden. Ze had hem maar 1 keer gedragen, zei ze. En ja, ik heb er al 2, dus ik vond het een beetje onzin om een nieuwe in de winkel te kopen. Terwijl deze eigenlijk ook nog zo goed als nieuw was. En dat is weer een Nuno bag. Oh my god. Ik heb 2 weken geleden een nieuwe Nuno bag gekregen. Maar ja, ik heb er nu dus nog eentje. En deze vind ik wel echt heel erg gaaf hoor. Dat is deze met panterprint. En hij heeft echt van die haren erop zitten. Ik denk dat de meeste mensen een Nuno bag wel kennen. Maar het is dus gewoon een klein tasje. Het is een kleiner formaatje trouwens. En ja, ik vind hem gewoon zo gaaf. Je hebt hier een groot vak. En heb je hier nog een kleiner vakje. En nog 2 kleine vakjes. Je kan hem aan je hand vasthouden. Je hebt 2 grote hengsels. Je kan het hengsel ook nog verstellen zodat hij nog langer wordt. Ik vind dit tasje gewoon echt heel, 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 heel erg leuk. Ah, dus die heb ik dus op United Wardrobe kunnen vinden. En het is gewoon, ik vind het sowieso heel erg leuk om in het zoekbalkje gewoon merken op te noemen. Bijvoorbeeld Alex Label of G's Louise of zo. En dan gewoon lekker gaan zoeken. En gewoon lekker, ja, ik weet, ik vind het gewoon heerlijk om op United Wardrobe te zoeken. En als je gewoon goed zoekt en goed kijkt en zo, vind je dus allemaal van dit soort mooie pareltjes. En ik ben er echt oprecht heel erg blij mee. Verzending bij dat meisje was ook echt super snel. Ik had hem volgens mij toen op donderdag gekocht. Op vrijdag was hij bezorgd. Of op vrijdag had ze hem verzonden. En op volgens mij maandag had ik hem toen binnen. Kijk even hoe leuk dit is. Echt onwijs blij mee. Dus dat is het eerste item wat ik van het shoptegoed heb gekocht. Dan nog een ander item. En deze heb ik wel stiekem opengemaakt. Omdat ik natuurlijk eventjes wilde kijken of die goed was. Want zodra een pakketje binnen is, kan ik hem zeg maar goedkeuren. En dan krijgt zij er geld. Dus ja, ik wil natuurlijk wel gewoon even kijken of die goed was, zodat zij snel haar geld kreeg. Maar ik heb hier een heel leuk topje, echt voor maar 5 euro, heb ik dus besteld.
En het is oorspronkelijk een topje van de Zara. Kijk even hoe leuk. Het is dus een bandeau top met met gele en witte ruitjes. En het is heel stretchy en ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb er ook laatst een foto mee gemaakt met Zoe met een witte high-waisted broek. Ik vind hem zo leuk. En oorspronkelijk komt deze dus gewoon van de Zara. Maar dit zijn dan bijvoorbeeld items die ik bij de Zara nooit heb gezien. Maar wel heel erg leuk vind. Dus dan is dit gewoon een hele leuke oplossing om dit soort dingetjes te kunnen kopen natuurlijk. Dus die. En dus voor maar 5 euro. En dit meisje had er ook echt een heel erg lief briefje bij gedaan. Met veel plezier met je nieuwe topje. Echt heel erg leuk. Dus dat is het tweede item wat ik heb kunnen scoren op United Wardrobe. En die tas moet ik eventjes nadenken. Die tassen zijn volgens mij origineel in de winkel 130 euro. Of deze is zelfs volgens mij nog ietsjes duurder. Omdat hij dus van die haartjes erop heeft zitten. Volgens mij is die rond 140 zoiets. En ik heb hem op United Wardrobe als het goed is voor 65 euro kunnen kopen. Dus dat is echt een prikkie. En dan als laatste een merk waar ik de laatste tijd echt helemaal lyrisch over ben. En ik probeer het overal zo goedkoop mogelijk te vinden. Vooral in de sale ook en zo. Maar ook op United Wardrobe. Want het is gewoon best wel een prijzig merk. Namelijk Alex Label. En ik heb echt een onwijs leuk pak gevonden. Dit pak is echt al van een paar collecties geleden. En ik had het toen al gezien. Maar ik dacht, ja, ik ga er echt niet zoveel geld voor neerleggen. En nu zag ik hem dus op United Wardrobe. En dacht ik, ik ga hem gewoon kopen. En dat is namelijk dit pak. Het Panther pak. Met een hele grote wijde broek. En daar hou ik de laatste tijd echt heel erg van. Ik heb echt 5 van die soorten broekjes in mijn kast liggen. Ook een ander van Alex Label. Maar ja, ik vind hem gewoon heel gaaf. Aan de bovenkant heeft hij van dat elastiek. Met allemaal panterprint dus. En hij loopt helemaal wijd uit. Het is niet echt een flare. Het is meer zo'n straight leg pants. Met een kleine flare aan de onderkant eigenlijk. Die, en er zat ook een topje bij. Alleen het topje is dus iets te groot voor mij. Wat ik wel wist eigenlijk. Kijk, dit is het topje. Want het topje verkocht ze in een maat M en de broek in een XS. Waarschijnlijk zijn haar maten gewoon zo. En had ze dat dus zo gekocht. Maar ze verkocht het alleen als setje. En ik wilde zo graag die broek. En ik dacht, nou, dan kan ik dat topje altijd aan mijn moeder geven. Want die heeft wel een M. Dus deze zit er ook nog bij. Die, ja, hij past op zich wel. Hij is alleen hier bij de oksels wat groot. Maar ja, dat maakt op zich niet uit. Want ik wist van tevoren al dat hij niet zou passen. Maar die vind ik ook echt heel erg leuk. Ik kan hem wel gewoon bijvoorbeeld aan als pak en dan een leerjasje eroverheen ofzo. Want dan zie je dat toch niet dat hij hier te groot is. Ik zal ook eventjes een linkje van United Wardrobe in de beschrijving zetten. Ik denk dat de meeste mensen United Wardrobe wel kennen. Maar ik wilde dit toch eventjes met jullie delen. En ik weet niet of ik dat vanmorgen had verteld, maar er was echt een hele leuke jurk bij de H&M. Alleen online was die uitverkocht. In alle maten. En in de ene H&M kwam die morgen pas in de winkel. Omdat het dus nieuwe collectie is. En in de andere winkel hing die er al. Echt heel gek, maar ik was dus blij dat ik nog naar die andere winkel gelopen was. Maar het is dus echt een hele lange jurk. En ik heb hem in een XS en dat was maar 19 euro. Dat is toch geen geld. Echt heel erg leuk. En ik had er nog eventjes spelletjes gekocht. Want ja, het was maar 1,60. En ik dacht, van die clipjes zijn altijd handig. En die zwarte zijn dus mat, dat vind ik wel leuk. Dan ook nog oud roze en gouden. Die gouden vind ik niet zomaar op zich. En ik heb iets heel erg leuks. Kunnen jullie al raden wat het is? Oh, het zijn dus nieuwe Yeezys. Ik heb nu ook toevallig mijn Yeezys aan. Het zijn de Yeezy Boost 350. En ik heb deze mogen ontvangen van Voltaire Sneakers. Dat is dus een Instagram account. En zij kopen de sneakers in om weer te verkopen. Zeg maar als er bijvoorbeeld sneakers gereleased worden. Volgens mij zeg je dat zo. Dan kopen zij ze in en kan je ze bij hun zeg maar weer kopen. Ze zijn niet gedragen of iets. Zij kopen ze alleen in om te kunnen verkopen. Omdat het normaal best wel lastig is om aan zulke schoenen te komen. Ja, ik heb ze dus in een maatje 36. En ik ga met hun een winactie doen. En zelf mocht ik dan ook een paar schoenen uitkiezen voor met 70% korting of zo. Ik heb er echt vergeleken met de normale prijs zeg maar. Wat je er bijvoorbeeld op Restock voor betaalt. Heb ik er echt heel weinig voor betaald. Volgens mij betaal je op Restock voor deze betaal je iets van 320 euro of zo. En ja, ik heb er gewoon echt 1/3 van betaald, zoiets. Echt bizar. Dus die heb ik van hun gekregen, voor een deel dus. En volgende week komt er op mijn Instagram, de dag dat jullie deze video zien, komt er in de avond een winactie online. Dat je ook een paar schoenen kan winnen. Je kan niet deze schoenen winnen, je kan een paar Jordans winnen. En ik mocht eigenlijk ook die schoenen uitzoeken, alleen die schoenen zijn gewoon niet helemaal mijn ding. Zei ik gewoon eerlijk, ik zei gewoon van, ik denk dat heel veel mensen ze leuk gaan vinden. Dus voor de winactie vind ik ze heel erg leuk om weg te geven. Alleen, ja, het zijn gewoon niet mijn soort schoenen. Dus ik hoef ze niet, zeg maar.
Want ja, anders staan hier een paar schoenen die ik niet ga dragen. En deze ga ik sowieso wel dragen. Kijk. Dit is de Instagram account ervan. En het zijn dus een nieuw paar Yeezys. En ik heb de laatste tijd 3 paar Yeezys. Nee, vanaf maart ongeveer. Ja, maart tot mei heb ik 3 paar nieuwe Yeezys. Nou, ik ga ze laten zien aan jullie. Ik denk dat sommigen ze al op mijn Instagram hebben gezien. Of niet. Het zijn namelijk deze. De Yeezy Boots Boost 350 Desert Sage of zo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik zal het wel even in de beschrijving zetten. Maar ze zijn dus hier veel oranje en dan een beetje grijs-blauwig. Ik vind ze echt heel erg gaaf. En ook weer zoals ik zei in een maatje 36. Ik kreeg wel eens vragen van mensen van... Heb je je eigen maat of bestel je een andere maat? Maar ik heb van Yeezy's gewoon mijn eigen maat. Ik weet dat heel veel mensen een maatje groter hebben. Maar ik heb gewoon mijn eigen maat. Gewoon maat 36. Kijk nou. Zijn toch echt geweldig. Ja, ik vind ze echt heel erg nice. Dus deze heb ik dus van hun gekregen. Ze waren echt super snel binnen, heeft het. Zaterdag op de post gedaan. En vandaag is maandag. En vandaag was het al binnen. Echt heel erg snel. Hele snelle levering. Hele aardige man ook. Maar jullie moeten dus eventjes mijn Instagram in de gaten houden. Als je dus die paar Jordans wil winnen. Die komt dus vanavond, als jullie deze video zien. Dus maandag 25 mei online. Dus ja. Ik ben er zo blij mee. Echt, I can't. Kijk, dit is die jurk. Ik vind hem zo schattig. Je kon hem in de winkel dus niet passen. Omdat bij de H&M mocht je dus niet in de pashokjes of zo. Wat op zich wel logisch is, maar bij de Zara en Bershka mocht dat wel. Maar goed, dus ik kon hem niet passen, dus ik ben blij dat hij past. Hij is ook echt perfecte lengte. Hij is net even iets te lang. Maar als ik gewoon schoenen eronder aan heb, is het echt perfect. En ik heb hem dus in een maatje XS en ik ben 1,60. Dus dan weet je dat een beetje qua lengte. Ik vind hem echt zo leuk. Hij schijnt wel echt heel erg door. Ik heb een Calvin Klein onderbroek aan en je ziet heel die band hier zitten. Maar op zich wordt het strand of je doet er een onderjurkje onder of zo. Ik ben eventjes lekker pasta aan het kopen voor Milan en mij. Want Sam die is deze week bij mijn moeder en mijn vader is bij zijn vriendin. Dus ik ben pasta aan het koken nu. En dan ga ik zo meteen deze saus ook opwarmen. Carbonara. Maar we hebben dus geen spekjes voor erbij. Maar er zitten wel... Een paar spekjes in, maar niet heel veel. Maar ja, ik heb geen zin om naar de Albert Heijn te lopen. En ondertussen ga ik de serie van Kim Veenstra kijken. Ik vind dat echt wel leuk. Het heet Life of Kim. Ik ben er vandaag mee begonnen. Ik vind het echt best wel leuk. Dus, ja. Ik zit in een online les, maar de wifi doet het niet. Oh, je doet het weer. Maar ja, leuk dat zij nu al helemaal met die quiz verder zijn en dat ik niet heb kunnen inloggen. Oh, en er zit trouwens ook een ziek grote pukkel op mijn lip hier. Het lijkt net of ik fillers heb gedaan. Oh, het is trouwens dinsdag vandaag. Ik ga vandaag foto's maken met Roos. Of nou, foto's. We gaan eventjes 2 fotootjes maken. En dan gaan we weer naar huis. We moeten allebei nog aan school. Maar heel leuk dat ik nu niet met die les mee kan doen. Ik doe het zoveel pijn. Ik probeer er net uit te knijpen. Maar oh, ik ben wel dood. Ik heb het klaargemaakt. En de onlessen zijn ook voorbij. Het is 11:45. En Roos die is onderweg hier naartoe. Ik heb geprobeerd die pukkel een beetje te bewerken. Of te verbergen, zo. Maar het is niet helemaal gelukt, maar ja, goed. Ik heb mijn haar een beetje gekruld. En dat doe ik met deze krultang van T3. Ik heb laatst een soort van Get Ready With Me opgenomen. En daar laat ik zien hoe ik mijn haar ging krullen. Voor de eerste foto heb ik dit jurkje aan van de Zara. Die komt voor jullie aanstaande woensdag in een shoplog. Daaroverheen doe ik dit jasje van Colorful Rebel. Die komt ook aanstaande woensdag in de shoplog. En dan voor de tweede foto heb ik hieronder eventjes het rokje gedaan. Komt dit rokje met een trui, maar die trui neemt Rosa mee. Dus ja, ik dacht, je ziet het toch niet zo, dus dat is makkelijk. Hoef ik niet helemaal om te kleden. Dus ja, Rosa die is nu onderweg hier naartoe. En Milan die had 2 pistoletjes voor me in de oven gedaan, super lief. Dus die ga ik nu eventjes snel opeten. En hoeveel procent is mijn telefoon? Oh, 95. Zo, die moet mee, die moet mee. Oh ja, en misschien nog eventjes een foto met deze trui. Deze trui heb ik dus zelf gemaakt. En dat komt binnenkort op mijn Instagram story. Volgens mij 27 mei of zo. Ja, oké. Ik ga eventjes... Oh, die moet ook mee. Kijk eens waar ik ben beland. Hey, postbode Simon. Ik wil ook een broodje. Ja. Ik blijf het bij ons een beetje. We zijn in Scheveningen nu. En we gaan hier een fotootje maken. Zo, of 2. En daarna mag ik weer lekker gaan leren. En mijn pukkel is nog steeds niet weg.
Maar dat bewerken we wel een beetje weg. Het is echt heel lekker weer. Ja. Ik had ook gisteren. Zullen we even eerst de TikTok opnemen? Ja. Let's do the zigzag. Oké, we moeten even kijken wie wat gaat zeggen. Oké, wacht. Ik doe alvast even snel die bovenkant. Hier. Leg deze en zet hem daar tegenaan. I like the view. You do? Yes. Yeah. You're my best view. Nee. Kut! All of the things I do. I like the view. All of the things I do. I like the view. You do? Yes. You're my best view. Me. All of the things I do. I like the view. You do? Oh, ik ging hier verkeerd. Yes. Dit is zo te. Deze is zo grappig. Oké. Okay. Oh, camera staat nog aan. Oh ja. Ik heb me hier net omgekleed op het strand. Oh, en we hebben een paar foto's gemaakt. We moeten er nu nog eentje. En dan we're done. En het stinkt hier echt naar pis. Heel vies, heel vies. Ik vind het op zich wel weer grappig ook, die graffiti. Ja, als je zo... Het matcht wel met jouw gekleurde vibe. Ja, dus misschien dat ik het bij deze trui dan wel leuk vind of zo. Gaan we even kijken. Eerst eventjes moet Rosa zich nog omkleden. Oh, sorry, rechts. Yay! I'm here for you. Oh. You want me act like it, act like it. I'm not here for you. If you want me act like it, cause I won't stand for it. Hi, ik wil graag 4 cheeseburgers. Ja, een kleine cola. En een kleine ijs die als je naar mij. En een frietsaus. Doe maar 2. Ja. Ja. Ja, oké. Ja, cheeseburgers. Lekker. Oh, lekker. Ik ga wel even die augurken hebben. Weet je wat me dus opgevallen? Nee. Dat je bij een cheeseburger dus veel meer saus op je broodje krijgt. Nou, bij deze valt echt wel heel erg mee. Maar wacht, krijg je bij een cheeseburger dus echt meer saus op je broodje dan bij een normale burger. En is dat toch of niet? Ja, ik vind dat zeker een pluspunt. Ja, nou, ik vind dat zeker een pluspunt. Ik koop eigenlijk altijd alleen een cheeseburger. Nou, heel normaal. Ik had het dus vorige keer, zeg maar, per ongeluk. Besteld in plaats van een gewone. Toen had ik het dus voor het eerst gegeten, maar ik vind het echt lekker. Ja. Beter dan die normale. Ja, het geeft toch net wat extra's, hè? Maar minder droog. Ja. Zo irritant. Ik dacht straks schiet hij naar buiten. Maar dat was niet. Ja, dus hij is thee. Ik kon hem boer laten. Ik heb net online les gehad, maar de wifi viel er heel de tijd uit. Dus de laatste 5 minuten ben ik er maar uitgegaan, want ik verstond er toch geen reden meer van. Ik ga nu beneden in de woonkamer eventjes sporten. En dan ga ik daar lekker douchen en ontbijten. En ik ga vandaag echt naar school zitten, want dat moet ik echt gaan doen. Gisteren heb ik volgens mij niks meer gefilmd. Want mijn camera was leeg gegaan toen ik met Rosa was. Maar ik was met Milan nog eventjes naar de dierenwinkel geweest. Omdat als het goed is gaan we vrijdag langs Kees en Tari en ze hebben een nieuw hondje. Dus we hebben daar even wat dingetjes voor gekocht als cadeautje. We hebben een knuffeltje gekocht.
van die kleine hondenbroekjes. Of hondensnoepjes hebben we. Drie van die kleine hondenbotjes. Want hij is zelf nog maar heel klein. Dus. En dan hebben we nog twee van die snoeptandenborsteltjes voor hem. Dus dat hebben we gisteren nog eventjes bij de dierenwinkel gehaald. En verder hebben we eigenlijk gisteren niks meer gedaan. En ik ga nu dus eventjes sporten. En ik wil vandaag echt mijn kamer stofzuigen, want er ligt allemaal zand van het strand gisteren. En dat is echt heel irritant. Dus ja, het is ondertussen al een paar uur verder. Maar ik had gesport en toen had Milan een hele kratossie voor mij gemaakt. Ik heb eigenlijk de hele dag zo goed als aan school gezeten. Ik heb oefentoetsen overgeschreven en geleerd en zo. Dus dat is top. We zijn net eventjes naar het winkelcentrum gelopen. Want ik zag dus op TikTok. Of TikTok, heet het TikTok? Ja. Huh? Waarom klinkt het zo raar? Ik zag op TikTok deze blond spray van de Hema. En dat meisje die liet zeg maar zo'n filmpje zien dat het ook echt werkt en zo. En je haar moet er dus 1 tot 2 tinten lichter van worden. Er stond wel bij dat je haar er heel erg droog van wordt. Dus ja, maar ja. Morgen gaan we dus naar Vinkeveen. Want mijn opa en oma hebben daar een woonboot. En gewoon een boot om mee te varen en zo. En dan gaan we lekker heel dag in de zon liggen en varen. Dus ik dacht, dan doe ik dit eens in mijn haar. Want dan kan het dus lichter worden. Dan hoef ik het dus niet te verven. En dit was 3 euro volgens mij. En we gaan dan vanavond bij mijn moeder slapen. Want we gaan met mijn moeder morgen naar Vinkeveen. Dus dat is dan wel makkelijk. En ik ga eventjes mijn teennagels vanavond een gellakje opdoen. Maar dat staat allemaal bij mijn moeder. Dus dat kan ik vanavond pas doen. Maar ik ga voor nu eventjes de was erbovenop hangen. Vandaag donderdag. We zijn aangekomen op de boot. Op Vinkeveen. Ik heb een stukje in mijn mond. We zijn vandaag heel de dag lekker op Vinkeveen. We gaan zo meteen varen met de boot. Want het wordt vandaag echt super warm. En deze boot is van mijn opa en oma. Dit is zeg maar de woonboot. En dan hebben ze hier nog een boot om mee te varen. Dus daar gaan we straks lekker mee varen. Het is nu volgens mij 11:45 of zo. Zo meteen eventjes lunchen. En dan gaan we daarna lekker varen. Ik heb ook een Gooseberry badpak aan voor zo meteen lekker op de boot. Ik ga even blond spray in mijn haar doen. Van de Hema, dat had ik dus gisteren gekocht. In de hoop dat mijn haar er blonder van wordt. Zo meteen tijdens het varen ook lekker en zo. Dus dat ga ik nu in mijn haar doen. We zijn weer terug van het varen. Was echt super lekker. We hebben echt heel de middag lekker gevaren. We hebben echt grote rondjes gemaakt. Nou, mijn opa heeft grote rondjes gemaakt. En het is nu rond 16:45 of zo. En we hebben Chinees besteld. Wat we zo meteen dan kunnen ophalen. We konden het rond 17:30 ophalen. Dus dat gaan Milan niks aan het eventjes doen op de scooter. En dit is trouwens dat badpak van Gooseberry. Ik ben er zo blij mee. Ik vind hem zo leuk. Ik heb hem dus ook nog in een paar andere kleuren. Maar ik vind dit kleurtje echt heel erg mooi. En volgens mij ben ik best wel een beetje gekleurd geworden. Nou, op de camera zie je dat niet. En ik heb eventjes nog meer blond spray in mijn haar gedaan. Ja, daar had ik zin in. Maar het is nu daardoor wel een beetje touw. Dus als ik vanavond thuis ben, ga ik lekker douchen en eruit wassen en zo. En ja, het is nu hierboven ook een beetje hard. Het voelt een beetje als haarlakijn aan. Dus ik moet het eventjes doorborstelen. Kijk trouwens, ik heb dit haarbandje van de H&M. Die past echt perfect qua kleur hierbij. Echt heel leuk. Maar goed. Alleen een auto. Oeh, lekker. Ja. We gaan weer lekker naar huis. Ik film eventjes met mijn telefoon, want mijn camera zit in de tas. We zijn weer lekker thuis van een dagje Vinkeveen. Ik ben echt zo moe. Het is nu 9:15 volgens mij. Oh, ik ben ook helemaal buiten adem van die trap. Maar voordat we weggingen was ik dus ook bijna half soort van in slaap gevallen bij mijn oma. Of nou, ik zat op mijn telefoon, maar mijn ogen hadden het wel zwaar. En ik wil eigenlijk nog vanavond natuurlijk naar Zoe en zo gaan, omdat Dagmar en Romy er waren. Maar ik blijf gewoon lekker thuis. Ik ga lekker zo meteen in bed liggen. En mijn haar was, want door die blond spray is het echt
touw gewoon. Dus ik ga zo meteen lekker douchen, mijn haar wassen en zo. En ik kwam er dus achter net dat ik mijn vlog voor morgen nog moet bewerken. Dat was ik dus vergeten. Dus dat kan ik nu ook nog gaan doen. Maar ja, ergens wel. Dat had ik dan maar gisteren of zo moeten doen. Lekker die vlog eventjes bewerken. En dan als die straks gaat op of gaat opslaan, dan ga ik lekker douchen, mijn haar wassen. En ga Miu en ik denk nog even een serietje of zo kijken of een film. Ik vond trouwens wel echt super leuk outfitje vandaag. Of nou, outfitje. Het is gewoon een jurkje. Dat was de bel. Dat was Milan. Want we hadden de auto van zijn vader geleend. Dus die was die eventjes terug gaan brengen. Maar wat ik wilde zeggen, dit jurkje heb ik dus vorig jaar bij de Zara gekocht. Dus die is niet meer te koop. En als ik er een vraag voor krijg, nee, ik ga hem niet verkopen bij United Wardrobe. Ik krijg heel vaak vragen van, ga je dit verkopen, ga je dit verkopen, ga je dit verkopen. Maar als ik iets wil verkopen, dan zien jullie het vanzelf op mijn Instagram. Als ik iets wil verkopen, dan zet ik het vanzelf op mijn United Wardrobe. En dan zie je dat vanzelf wel. Dus nee, ik ga hem niet verkopen, maar hij is wel heel erg leuk. En ik had dan dat badpak van Gooseberry eronder aan. Waar ik echt super, super blij mee ben. Echt heel leuk kleurtje vind ik het ook. Goed doen. Ja, heel leuk. Ik ben een beetje verbrand hier, zoals je misschien kan zien door het varen. Maar verder wel een leuk kleurtje gekregen. Even mijn video bewerken. Want ja, dat moet ook gebeuren.